De winkelketen Topshelf opent dit najaar een vestiging in het voormalig pand van de V&D. De winkel zal zo'n 10.000 vierkante meter van het pand innemen, wat 2/3 van het gebouw is. Wat vinden de Nijmegenaren van de komst van deze megastore? Nou ja, leegstand is sowieso geen toevoeging. We hadden het er net over. Ja, we hadden het over. Dat het eigenlijk nog een beetje pijn doet dat zo'n bedrijf als V&D gewoon leeg staat. Dus ik denk dat het wel goed is dat er wat anders in komt. Dat is beter dan het leeg staat, toch? Ja, ik denk dat het wel iets doet met het is natuurlijk een prachtige locatie, dus het was wel te verwachten dat het heel snel vol zou komen. En een sportzaak, daar heb ik op zich niet zoveel mee, maar lijkt me een prima toevoeging. Jammer. Ik had graag Hudson Bay gezien daar. Volgens mij zit er al sportzaak in Nederland, of in Nijmegen, dus ik weet niet of dat nodig is. Ja. Ik weet niet, als er vaak mensen naar die van Bunningen gaan, dan zou dat hier ook wel kunnen, denk ik, toch? Ja, is wel een gemis voor de stad, zeker. Ja. En Topshelf heeft hier al een zaak in Bunningen. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom ze ook deze kant op komen. Het gaat erom spannen. Ik denk dat ze het risico zelf wel goed hebben ingeschat. Dus dan zal de consument bepalen of ze het gaan redden, ja of nee. Ik hoop het alleen maar voor ze. Leegstand is in ieder geval niet goed. Niet voor Nijmegen, niet voor het winkelend publiek. Dus ik denk dat het goed is dat er iets in komt. En ja, die concurrentie is voor de andere bedrijven natuurlijk pijnlijk. Dat snap ik. Maar ja, that's life.